5 november, dinsdagochtend. Stellen van de watergoot. Kunststof watergoot die in de cement wordt gezet en dat is eigenlijk, ik zal even wachten, jullie zien ook dat de baan al op hoogte is, de onderlaag ligt er al aan, jullie zien ook de eerste schuinte al ontstaan, hierbovenop komt straks dan nog een keer grof steenslag en dan de 2 tot 3 asfaltlagen. Deze twee heren die stellen de goot. U ziet die linkerman heeft een GPS hoogtemeter in zijn hand. Want dat verluistert vrij nauwkeurig. Moet natuurlijk exact aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen. Dat is eigenlijk het nulpunt de goot. En vandaar moet het asfalt in een bepaalde hoek, hellinghoek, moet hier naar die betonmuur voor ons gebracht worden. Best een precies klusje. Vrij belangrijk, want als het één keer in het cement legt, kun je er nooit meer wat mee doen. Het weer is nog droog, gelukkig. Laten we het hopen dat het vandaag een beetje blijft. Er is wel regen voorspeld vanmiddag, want ja, je kan niet al te veel regen hebben met die goot stellen. Je ziet, elk deel wordt precies ingemeten op GPS om te zien of ze aan de juiste hoogte zitten. Het is een vrij belangrijk klusje.